allemaal, welkom bij onze video. Leuk dat jullie naar Canada gaan deze zomer. Canada, het land van de ongerepte natuur en de knusse plaatjes. Mijn naam is Karim, ik ben een van de bestemmingsexperts bij Rikscha Canada. En naast me staat Marloes. Ja, welkom allemaal. Dus ik ga jullie vragen die er allemaal leven graag vandaag allemaal beantwoorden. Ja, leuk. Ja, je hebt je reis geboekt en dan hoor je een tijdje niks van ons. Op dat moment zijn we bezig om je reis helemaal te organiseren, alles te reserveren en te boeken. Mm-hmm. Er gaat soms wat tijd overheen. En dan op een gegeven moment krijg je van ons de reisbescheiden. En dat is een overzicht van alles wat we voor je geboekt hebben. Maar ook de factuur en wat informatie over zaken die je van tevoren moet regelen. En enkele weken voor vertrek krijg je nog alle vouchers toegestuurd. De tickets voor je vluchten krijg je toegestuurd. En de laatste informatie met tips voor vertrek. En dan wordt het dus ook duidelijk welke accommodaties voor jou zijn gereserveerd. Zeker. Bij de reisbescheiden ontvang je daar al een overzicht van wat er allemaal is geboekt. Oh ja. En op een later moment ontvang je alle vouchers nog. Ja, ja, dus veel van de reis wordt al door ons verzorgd. We hebben natuurlijk de reserveringen gemaakt. Maar er zijn ook een paar dingen die de reiziger zelf zal moeten regelen voor vertrek. Ja. Wat komt er allemaal bij kijken? Ja, er zijn een aantal dingen die je inderdaad een tijdje van tevoren moet regelen. Het belangrijkste is dat je een visumwaiver aanvraagt. Dat is een ETA-verklaring die je nodig hebt. We hebben de link daarvoor opgenomen in je reisplan en ook in de reisbescheiden. Gebruik die link naar de officiële aanvraag voor een ETA. Zonder die goedkeuring kom je het land niet in en zelfs op Schiphol al niet door de douane. En hoe lang van tevoren raden wij dat aan om te doen? Doe dat ongeveer een maand of twee maanden van tevoren. Als je dan een klein foutje maakt, dan heb je nog tijd om het opnieuw te regelen. Wacht daar niet mee tot een paar dagen voor vertrek. Ja. Een andere die je nodig hebt is de Arrive Can app. Dat is een nieuwe toegangsformulier ook wat je nodig hebt om van tevoren in te vullen. Waarmee je eigenlijk toestemming krijgt om naar Canada te gaan. Ook die link vind je in de informatie met de reisbescheiden. Ja. En ook als je Vancouver Island bezoekt, wat veel van onze reizigers natuurlijk doen als ze West-Canada bezoeken. Daar zul je dus ook de veerboten nemen. Die reserveren wij dus niet voor je, maar dat zul je ook zelf moeten doen. Ja. En wat raad je daarin aan? Ja, zo'n twee à drie maanden van tevoren kun je de veerboten gaan boeken. De ferries via bcferry.com. Wacht ook niet met die reserveringen tot een paar dagen of van tevoren of ter plekke pas, want dan zijn ze vaak vol en moet je langer wachten. Ja. Iets anders wat je ook nodig hebt, je gaat veel nationale parken bezoeken. Dan heb je een nationale parkenpas nodig. Die kun je ter plekke kopen als je bij het eerste park aankomt, maar je kunt het ook vooraf al online doen, zodat je hem thuis gestuurd krijgt en je niet meer ter plekke in de rij hoeft te staan. Ja, dat is wel handig dat je zoveel dingen al kunt regelen voordat je echt in Canada bent. Ja. Dat is wel handig. Ik ben zelf ook druk bezig met het reserveren van de ferries. Ik heb gemerkt dat de kosten daarvan rond de 140 Canadian dollar per boot liggen. Ja. Dus dat is zo'n 100 euro als je met z'n vieren reist. Ja. En ik moet het toch vragen, hoe zit het met de verdere coronamaatregelen? Ja. Dat is natuurlijk nu wel eventjes een vraag die heel veel mensen hebben. Het is op dit moment half mei en de status op dit moment is dat je vanaf 12 jaar gevaccineerd moet zijn. Maar verder geen test hoeft te doen voor aankomst. Kinderen onder de 12 hoeven niet gevaccineerd te zijn, zolang hun ouders dat maar wel zijn. En dan mogen ze gewoon mee. Verder heb je ook met mondkapjes te maken. Ja. In het vliegtuig kan het zijn dat ze nog vragen om je mondkapje op te zetten. En ter plaatse in Canada is het vooral bij openbare binnenruimtes dat je hem nodig hebt. Op de ferries, in het openbaar vervoer. En in restaurants bijvoorbeeld, zolang je nog niet aan tafel zit, moet je mondkapje op. Nou, hopelijk gaat dat nog verder versoepeld worden in de komende paar maanden. Dat weten we nu natuurlijk nog niet. En de meeste reizigers van ons die reizen per huurauto, maar dat kan ook natuurlijk per camper. Ja. Ik rijd zelf in een huurauto door Canada. Ja. En je hebt geen internationaal rijbewijs nodig, klopt nee, dat?
Klopt. Oh. Gewoon je Nederlandse rijbewijs is voldoende. Ook voor een camper heb je geen speciaal rijbewijs nodig. En verder, ja, ze rijden rechts, dus dat is makkelijk. Ze rijden wat langzamer gemiddeld dan wij in Europa gewend zijn. 90 km per uur op de snelweg ongeveer. Genoeg tijd dan om van de natuur te genieten. Absoluut, absoluut. Lekker om je heen kijken. Het zijn prachtige routes die je rijdt. De huurauto zelf, die is helemaal verzekerd. Dus je hoeft ter plaatse bij het ophalen geen extra verzekeringen af te sluiten. Je hoeft verder ook alleen extra kosten ter plaatse te betalen als je bijvoorbeeld een kinderzitje wil huren. Of toch nog een GPS wilt bijboeken. Of als je andere accessoires eigenlijk in je auto wilt gebruiken. Dan kan het zijn dat je de kosten daarvoor krijgt. En one-way kosten als je vanuit Calgary naar Vancouver rijdt, dan heb je one-way kosten die je ter plaatse betaalt. Dus als je de auto ophaalt in Vancouver en inlevert in Calgary, dan niet? Nee, dan niet. Alleen Calgary, Vancouver. Ja. En wat is belangrijk bij het ophalen van een huurauto? Moet je iets meenemen? Nee, het is eigenlijk de creditcard die is nodig om als waarborg ook aan te geven. Dus de hoofdbestuurder, daar moet ook de naam van de creditcard van zijn. Als je een tweede bestuurder hebt, die hoeft geen creditcard te hebben. Ja, en Canada is natuurlijk een heel groot land en we verwachten niet dat iedereen de weg kent. Nee. Maar je hebt ook niet overal verbinding, dus hoe doen we dat met navigeren? Ja, nou eigenlijk mijn advies zou zijn om je smartphone met je gebruikelijke navigatie-app te gebruiken. Er zijn ook voldoende apps te vinden die je de offline kaarten vooraf kan downloaden. Zodat je daar ter plekke niet een dataverbinding nodig hebt. GPS werkt ook zonder dataverbinding. Ja. Files, die zullen er nauwelijks zijn, dus daar zul je geen last van hebben. Daar heb je het niet voor nodig. En met de meeste normale navigatie-apps kom je goed uit de voeten. Oh ja. Wat nog wel belangrijk is, de auto's die zijn best wel groot over het algemeen. Maar toch kun je voor 3 weken vakantie behoorlijk wat bagage meenemen. Ja. Denk eraan om liever zachte koffers of tassen mee te nemen dan harde koffers. Want anders wordt het soms toch een beetje lastig om te passen en te meten. Ja, ja. Dat is iets wat je daar ter plekke... wil je niet staan hannissen met je koffers of het nee. allemaal nog past in de kofferbak. En ook zeker als je de vluchten bij ons boekt, dan is de ruimbagage altijd inbegrepen. Ja. Dus dan ben je ook geneigd om iets te veel mee te nemen dan dat je nodig hebt. Ja, soms wel. Dus let op, er zijn wasserettes onderweg te vinden. Dus je hoeft echt niet voor 3 weken kleding mee te nemen. Je kunt het makkelijk onderweg een keertje wassen. Ja, ja, ja. Dat is ook fijn, ja. Ja, en de vluchten. Ja. Zijn er daar nog dingen waar we rekening mee kunnen houden? Nou, wat we merken is dat we hebben voor heel veel van onze reizigers de vluchten geboekt. Mm-hmm. En door de hele corona-periode zijn er heel veel wijzigingen geweest bij vluchtmaatschappijen. Die hebben ook soms hun vluchtschema's nog wel eens tussendoor aangepast. Ja. Dus heel belangrijk om enkele dagen voor vertrek nog even opnieuw naar je vluchtschema te kijken. In te loggen bij je luchtvaartmaatschappij en te kijken naar het laatste vluchtschema. Want het zou zonde zijn als je daar per ongeluk te laat komt. Ja, ja, inderdaad. En wat ook belangrijk is, de drukte op Schiphol. In de meivakantie was dat natuurlijk groot in het nieuws. Ook in de zomervakantie verwachten we dat er veel drukte zal zijn. Dus zorg dat je echt minimaal 3 uur en misschien zelfs nog iets langer van tevoren op de luchthaven bent. Ja, en de drukte zal waarschijnlijk niet alleen in Nederland zijn. Dat zal ook in Canada zijn. Ja, dus, dat hebben we wel begrepen inderdaad, hè, dat er ook in Canada door personeelsproblemen veel drukte op de luchthavens is. Ja. Dus ook daar wees op tijd. Ja, en dan ben je aangekomen in Canada. Ik verblijf heel veel in hotels. Ja. Maar veel van onze reizigers die verblijven ook juist zoveel mogelijk in de huisjes midden in de natuur. Ja. Wat moet ik daarbij denken? Zijn alle beddenlinnen daar aanwezig? Ja. Eigenlijk alles voor de huisjes ook. Bedlinnen, handdoeken, schoonmaakkosten, alles is al inbegrepen. Dus heb je geen kosten meer aan. Nog wel goed om te weten is, als je aankomt op Vancouver, dan neem je eigenlijk eerst een taxi naar je hotel. Pas nadat je Vancouver gaat verlaten op weg naar Vancouver Island bijvoorbeeld, dan haal je de auto op. Ja. Dus eerst in Vancouver verblijft iedereen in een hotel. En daar neem je dan een taxi naartoe.
In Calgary is het andersom, daar haal je meteen de auto op om naar je eerste locatie te rijden. Ah ja, want dan kan je direct de natuur in. Ja. En het verblijven in Calgary stad is dan niet nodig. Nee, precies. Ja, ja, en wat is belangrijk bij na het verblijf in Vancouver? Ja. Dan moet je de auto ophalen, je zult naar de ferry moeten rijden. Ja. Dat kan best wel veel zijn in één keer, dus ja. Wat raad je daarin aan? Ja, wat we voor de meeste reizigers hebben ingepland is dat je de auto 's ochtends om 8 uur ophaalt bij het vliegveld. Dus zorg dat je om 7:30 een taxi neemt vanuit je hotel, zodat je om 8 uur bij de autoverhuurder bent. Dan krijg je de uitleg over je auto en heb je rustig de tijd om te leren kennen. Mm-hmm. En dan rij je in een kwartiertje ongeveer naar de ferry terminal voor Vancouver Island. En dan ben je daar op tijd om 9:45 om die ferry te pakken. En wij geven ook aan welke ferries de reizigers kunnen boeken. In je reisplan staat het al vaak en anders krijg je daarna ook nog extra informatie van ons daarover. Ja. Oké, okay, heel mooi. Ter plaatse doe je dus wat uitgaven. Ja. Hoeveel geld moet ik eigenlijk meenemen op zo'n reis? Of kun je overal gemakkelijk pinnen? Ja, je kunt zeker overal makkelijk pinnen. Okay. Ik zou ook zeker na aankomst op het vliegveld in Canada meteen wat cash geld pinnen. Betalen met je pinpas, je Nederlandse pinpas, dat is meestal niet mogelijk. Dus je hebt echt een creditcard nodig om betalingen ook te doen. En eigenlijk ook alle kleinste betalingen worden daar met een creditcard betaald. Dus die heb je vaker nodig dan cash geld. Je betaalt in Canadese dollars. De koers daarvan is ongeveer 0,7 euro. Dan weet je dat ook waar je op moet rekenen. Let erop dat je bankpas op werelddekking hebt, wereldwijd, dat je hem kan gebruiken, dat dat niet geblokkeerd is. Nee. En voor je creditcard dat je ook de code hebt die soms wordt gevraagd om te betalen met een creditcard. Okay. Dat is het belangrijkste. Ja, en hoeveel geld ben je ter plaatse kwijt? Dat is een beetje wisselend en heel persoonlijk natuurlijk. Koop je je lunch als picknick of ga je overal op een terrasje zitten en 's avonds ook luxe uit eten? Of pak je sneller een eenvoudig restaurant? Ja. Maar je moet wel rekenen op zo'n 50 à 70 euro per persoon per dag. Voor je eten, je drinken, je benzine, je fooien en alle kosten die erbij komen kijken. Ja, ja. Qua wifi en internet, in de meeste accommodaties heb je gewoon wifi. Soms bij sommige huisjes heb je het alleen bij de receptie. Daar zie je dan ook iedereen bij elkaar komen om eventjes contact met de thuisfront te hebben en alles te checken. Ja. En qua internet of qua elektriciteit is het netwerk 110 volt. Dus neem een wereldstekker mee, zodat je stekkers ook goed passen. De meeste apparaten kunnen daartegen en doen er misschien wat langer over om op te laden. Maar dat is een verschil met de 220 die wij hier kennen. Ja. Nee, top. Dankjewel. Wat ik heel erg lastig vond tijdens de voorbereidingen. Ik ben natuurlijk nog niet helemaal begonnen met het inpakken van mijn koffer. Maar ik heb er vooral over nagedacht. Ja. Het weer is natuurlijk ook heel afwisselend en onvoorspelbaar. Ja. Dus wat is jouw advies? Hoe kan ik me het beste voorbereiden? Ja, je kunt natuurlijk niet 3 koffers meenemen met alle verschillende soorten kleding. Dus mijn advies zou zijn om laagjes kleding mee te nemen. Zorg dat je voorbereid bent op warm weer, zowel als op fris tot koud weer. In Vancouver kan het zo 25, 30 graden zijn. Maar in de Rocky Mountains kan het ook tussen de 15 en de 20 graden zijn met regen en wind. Ja. Dus zorg voor goede waterdichte wandelschoenen, waterdichte jas is fijn. En laagjes kleding, zodat je het ook bij koud weer warm hebt. Ja, okay. Ja. En het kan natuurlijk voorkomen dat je ter plaatse nog vragen hebt. Zeker. Bij wie moeten ze dan terecht? Ja. Nou, er is natuurlijk een tijdsverschil van zo'n 7 à 8 uur. Het verschil tussen British Columbia en Alberta, de provincies. Maar reken op ongeveer 8 uur tijdsverschil. Dan zijn wij hier in Nederland vaak niet bereikbaar op het moment dat jij daar overdag vragen hebt. Dus daarom hebben we ook onze lokale partners die bereikbaar zijn 24 uur per dag voor vragen die je ter plaatse kunt hebben of hulp als je die nodig hebt. Riksja is ook altijd bereikbaar via een noodnummer 24 uur per dag.
Al deze contactgegevens vind je in de reisbescheiden die je van ons krijgt. Dus ja, mocht er iets zijn, weet dan dat we als organisatie bereikbaar zijn en klaarstaan om je te helpen. Nou, heel mooi. Ja. Ja. En dan denk ik dat het vooral heel erg genieten is zo meteen op reis. Ja, dat vooral inderdaad. Ja, en geen vragen of hulp nodig hopelijk. Nee. Ja, maar dat je lekker gaat genieten, jij op jouw reis en jullie allemaal op jullie reis. Ik kijk er heel erg naar uit. En ik weet zeker dat ik een hele mooie tijd ga hebben. Hartstikke mooi. Mochten jullie nog vragen hebben voor vertrek, dan kun je ons altijd bellen op het nummer van Canada en Canada Rickshaw Family Canada. Of stuur ons een mailtje, vind je allemaal op de website van Rickshaw Canada en Rickshaw Family Canada. Een hele fijne reis gewenst. Doei.